De betrokkenheid van local content moet gaan zorgen voor binnenlandse industriële ontwikkeling. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken vandaag bij de opening van het Local Content Seminar. Met de gewenste ontwikkeling in gedachten is de overheid een jaar geleden samen met het bedrijfsleven gestart met een local content beleid. We hebben drie werkgroepen gehad, het beleidskader, het institutioneel kader en het wettelijk kader, om daar toch nadrukkelijk wat meer richting aan te geven. We zijn er nog niet en vandaar deze ontmoeting. Met uw input kan er verfijnd worden, kan er ook aangevuld worden, maar kunnen ook andere richtingen overwogen worden. We hebben nu een beetje ervaring met het buurland Guyana natuurlijk. We hebben ook gezien hoe daar de reacties zijn geweest. We hebben ook gezien wat daar de vormgeving is geweest. Maar laten we benadrukken, terwijl we praten over olie en gas en ook de mijnbouwsector. Local content is niet alleen bedoeld voor mijnbouw en de olie- en gassector. Er is ook bedoeld om capaciteit te ontwikkelen voor de andere sectoren. Het gaat om bedrijfseconomische skillsets die toepasbaar moeten zijn in bijna alle economische sectoren. Dus ook de agrarische sector, ook het toerisme, ook het bankwezen en al die andere sectoren waarop we op richten, ook ICT. Dus local content development kan breed in de hele economie. En Ramdien geeft aan dat local content altijd al bestond. De focus is nu om het beter te organiseren en te structureren. Een van de doelen van het seminar is dan ook om stakeholders bij elkaar te brengen. Dit beleid moet heel evenwichtig zijn, moet ook realistisch zijn. We hebben gezien wat niet zo realistische doelstellingen kunnen betekenen. We moeten onze capaciteit kennen in ons eigen bedrijfsleven. Het moet effectief zijn en het moet integraal zijn. En dat heb ik inmiddels aangegeven buiten de extractieve industries. Dus om dat te ontwikkelen hebben we alle stakeholders nodig. Niet alleen de overheid, het kan niet een instructie zijn, een mandaat of een besluit van de overheid alleen. Het moet gezamenlijk zijn. Het moet met de vakbeweging en ieder die betrokken is bij bedrijfsactiviteiten moet een input hebben. Ramdien zegt dat een tweede local content seminar niet is uitgesloten. Er wordt hard gewerkt om het local content beleidsdocument binnen 2 maanden aan de regering aan te bieden voor een concreet besluit.